Hallo Arma. En goedemorgen. Het is woensdagochtend. Heel erg vroeg. Mijn naam is Fidi Jood. En ik ben een echte fanboy. Echt een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Halsema, de allerbeste. En allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Dit is, deze video wordt deel 2. Part 2. In een heus drieluik. En ik denk dat het mooi is als ik heel even wat background en intro er tegenaan gooi. Mevrouw de burgemeester, ik voel mij waardeloos. En daar is een hele goede reden voor. Ik heb namelijk wakker gelegen van 11:00 s'avonds tot ietsje na 2:00 s'nachts. Toen ben ik dan eindelijk in slaap gedommeld. Maar ja, die katten moeten eten. Dus 5:00, dat is echt het absolute uiterste. Dan springen ze over me heen en maken me wakker. Dus ik loop 3 uurtjes slaap. En dat is gewoon veel en veel en veel te weinig. In mijn geval betekent dat rugpijn. In mijn onderrug, daar kan ik nog wel iets aan doen. Dat kan ik doen met wat lichte ochtendgymnastiek. En dat betekent dat ik me de hele dag moe en waardeloos voel. En dus veel meer zal moeten eten en veel meer koffie zal moeten drinken om niet in slaap te vallen, om me niet zo waardeloos te voelen. Ik heb een slaapstoornis. En wat heb ik allemaal voor interessants gedaan van 11 tot 2? Nou, helemaal niks. Gewoon naar het plafond liggen staren, een beetje. Naar mijn laptop liggen staren. Ik had een saaie documentaire geprobeerd om mij in slaap te vallen. Maar het wilde niet lukken. En de reden waarom ik dat deel met alles en iedereen is omdat onze burgemeester ook een slaapstoornis heeft. Dit is een interview gedaan door het Parool. Met burgemeester Halsema. Dat interview kwam uit op 25 december, eerste kerstdag, om 7:00 s'morgens. Het interview is gedaan door Michiel Cousy en Ruben Koops. Het is een afschuwelijk saaie interview. Er wordt helemaal niets nieuws of belangrijks besproken. En de vragen die het Parool stelt, ja, ik had er antwoord op kunnen geven namens burgemeester Halsema. Zul ik ze haar in beeld doen? Dat is leuker voor de kijkers. Leuke foto's. Het interview is zo saai dat je er bijna van in slaap zou vallen. Geestig gevonden, hè? Ja, vond ik ook geestig. Oké. Wat is er wel interessant in het interview? Dat is de opening. Kijk. Overal slingeren ze rond in de ambtswoning. Schrift, jus. Opschrijf, boek, jus. In de tas, in de slaapkamer. Of op de keukentafel altijd binnen handbereik om nachtelijke ideeën of gedachten te bewaren en om te zetten in actie. Althans, als ze de volgende ochtend nog steeds zo goed zijn als ze in de donkere uren leken. Ik lig 's nachts vaak met mezelf te vergaderen, zegt burgemeester Femke Halsema. Er is zoveel aan de hand in zo'n stad. Je moet over zoveel dingen nadenken dat ik inmiddels wel 8, het staat er echt, 8 schriftjes heb liggen. Dan loop ik 's nachts even naar de keuken om het bij te houden en de gedachten te ordenen. En dan krijgen we de derde paragraaf. Halsema is inmiddels 1,5 jaar burgemeester van Amsterdam. Zo omarmt het ambt zonder reserves. Natuurlijk, aan het eind van de dag gaan er tassen vol stukken mee naar huis. Ze moet altijd bereikbaar zijn voor grote en kleine crisis en ze voert verdrietige gesprekken met nabestaanden of andere Amsterdammers die tragische dingen hebben meegemaakt. En toen ik dit las, ja god, het was kerst, dus ik had het een beetje druk met andere dingen, mevrouw de burgemeester. Maar het bleef wel een beetje aan mij knagen, want let op, overal liggen die schriftjes en dan hier nachtelijke ideeën of gedachten.
Dan donkere uren. Dan 's nachts met mezelf vergaderen. En je hebt wel 8 schriftjes liggen. Ik moet over zoveel dingen nadenken. 'S nachts naar de keuken om die 8 schriftjes bij te houden. En om mijn gedachten te ordenen. En dan zonder reserves. En tassen vol met stukken mee naar huis. En toen ik dit las, dacht ik, oh oké. Burgemeester Halsema, dat is deze mevrouw die er zo fantastisch goed uitziet. Burgemeester Halsema heeft een slaapstoornis. Dit is niet goed. En haar slaapstoornis is heel duidelijk gerelateerd aan werk. Het is duidelijk gerelateerd aan haar rol als burgemeester. De aard van de werkzaamheden, werkstress, zeg maar. Het is helemaal niet erg om een sleeping disorder te hebben of een sleep disorder te hebben. Als je zoekt op Google op sleep disorder, dan kom je maar liefst 212 miljoen resultaten tegen. En ik zoek nu alleen in het Engels. Heel veel mensen die slecht slapen. Niet voldoende slapen. Niet onafgebroken slapen. Of gewoon helemaal niet slapen. En burgemeester Halsema heeft dat ook. Nou, in deel 1 van dit drieluik, toen heb ik gezegd, ja, weet je, als jij gezond wil slapen, en we gaan er even voor het gemak vanuit dat burgemeester Halsema begrijpt dat ze dat moet doen. Hè. Mevrouw Halsema is ongeveer mijn leeftijd, zo rondom de 50. En dus op onze leeftijd heb jij echt gezonde nachtrust nodig. En dit is geen gezonde nachtrust natuurlijk. De hele nacht in de weer wakker liggen piekeren. Schriftjes vol pennen. Dat is niet de bedoeling. Dus in deel 1 van dit drieluik had ik de burgemeester geadviseerd. Kijk, als je gezond wilt slapen, dan zul je eerst slechte gewoonten af moeten zweren. Ja, dus voordat je gezond kunt gaan slapen en kunt gaan werken aan een gezonde nachtrust, zul je hiermee moeten stoppen. Die schriftjes die moeten weg. Waarom moet het er in godsnaam 8 zijn? Die schriftjes die moeten weg. Dat 's nachts met mezelf vergaderen, moet je mee stoppen. Die schriftjes altijd binnen handbereik. Allemaal onzin. Nachtelijke ideeën opschrijven. Schriftjes bijhouden in de keuken, uit je bed. Allemaal mee stoppen. Al deze dingen moet je mee stoppen. Break the pattern. Break the cycle. Weet je? En dit moet je mee stoppen. Weet je? Ik doe dit werk zonder reserves. Dat is geen goed idee. Als je 50 jaar oud bent, heb je echt wel reserves nodig. Want thuis heeft burgemeester Halsema maar 2 van die vervelende tieners. Met 2 van die telefoons, boft zij even. En weet je, je wil wel een keertje natuurlijk ook wat andere dingen doen dan alleen maar de burgemeester van Amsterdam zijn. Dus het eerste deel van dit drieluik, dat ging over break the pattern. In deel 2 gaan we het een beetje over hebben van wat doen we daarna? Dus ja, we gooien die schriftjes, gooien we weg. We zorgen dat we wat reserves overhouden. We gaan niet meer tassen vol met stukken mee naar huis nemen. Oké, Robby, ja, dat hoort bij de functie. Ik ben de burgemeester van Amsterdam. Dat is prachtig mooi. Maar als je meer werk hebt dan je aan kan, dan is er iets mis. En als er gewoon iets mis, dan heb je, weet ik niet, hulp nodig. Een extra teamlid erbij, een extra assistent erbij. Of je moet je tijd zorgvuldiger, verstandiger gaan indelen. Al die stukken mee naar huis, daar word je alleen maar depressief van. Dat ging niet op. Maar laten we nou even zeggen dat we dit allemaal afzweren. Wat gaan we dan doen? Want dan is ze nog steeds 's nachts met zichzelf aan het vergaderen. En 's nachts aan het piekeren. En 's nachts aan het wakker liggen. Net zoals ik gisteren nacht heb gedaan. Ik lag ook gisteren nacht gewoon aan niks te denken. Niet aan het besturen van de stad. Of hele belangrijke zaken die, weet ik niet, alle Amsterdammers raken. Dat was ik niet aan het doen. Gewoon aan piekeren over niks.
En dat is vaak het meest voorkomende vorm van slaapstoornis. Nee, ik lig eerlijk in mijn bed. Maar ineens moest ik aan allemaal dingen denken en toen was ik klaar wakker. Dat is nou helemaal hoe onze hersens werken. Als jij je slechte gewoontes hebt afgezworen, dan is het mijn advies. Ik weet hier echt aardig wat van. Ik heb al heel lang een slaapstoornis. Als je eenmaal je slechte gewoontes hebt afgezworen, dan wordt het tijd voor een slaapritueel. Zo noem ik dat. Alle mensen, wij allemaal, als we opstaan, dan hebben we allemaal een ochtendritueel. Ja, en dat geldt voor mensen met kinderen, mensen zonder kinderen, jonge mensen, oude mensen. Als we 's morgens wakker worden, hebben we een ochtendritueel. En dat is voor iedereen anders. Voor de ene is dat meteen de ochtendgymnastiek gaan doen. En voor de ander is dat eerst even zitten met de koffie en de krant lezen. Voor sommige mensen is het, ik ga altijd eerst de hond uitlaten. En dan langs de bakker voor verse broodjes. Ik noem maar wat. Net zoals wij allemaal een ochtendritueel hebben, zouden we ook allemaal een slaapritueel moeten hebben. En een slaapritueel is opnieuw iets heel persoonlijks. En dat verschilt per persoon. Dus ik ga hier wat advies geven. Ik ga hier wat tips geven. Die zijn voor de burgemeester, uiteraard. Maar ook voor de trouwe kijkers van dit razend populaire YouTube-kanaal. Slaapritueel. Ja, dus je oude gewoontes, die gooi je het raam uit. Geen opschrijfboekjes meer. Geen schriftjes meer volpennen. En dan gaan we een beetje standaard een slaapritueel inrichten. En ik denk dat het goed is als burgemeester Halsema gewoon weet, wat ik doe bijvoorbeeld, dat is misschien handig. Ik betrek het op mezelf. En dan kan iedereen gewoon voor zichzelf een beetje kijken van, goh, dat is handig of niet. Ik zorg ervoor dat ik in mijn nachtjapon, in mijn pyjama ben, voordat ik ga slapen. Ruim voordat ik ga slapen. Dat is het eerste wat ik doe. Dus ik zorg dat ik me nachtkledij aan heb. Nou, laten we even zeggen, dat heb ik wel aan. Dik een uur voordat ik mijn bed opzoek, zeg maar. Er zijn mensen die zeggen van, ja, ik ga ook altijd uitgebreid douchen. En dan trek ik mijn nachtkostuum aan. Ja, ik soms wel, soms niet. Het hangt een beetje vanaf hoe ik me voel. Van douchen kun je namelijk ook heel wakker worden, heel alert. En kom je niet in slaap. Dus ik doe dat niet altijd, maar het kan wel. Dat moet je voor jezelf een beetje weten. Het hangt vanaf hoe vies je voelt, denk ik. Van de zomer doe ik dat wel, want dan is het zo afschuwelijk warm in huis. Dan neem ik een douche, zodat ik wat minder ga zweten als ik ga liggen. Van de winter, waar is niet altijd nodig. Zoveel zweet ik niet. En terwijl ik dan mijn pyjamaatje aan heb, mevrouw de burgemeester, ruim ik alles op. Ik hou ervan als de keuken de volgende ochtend helemaal leeg is. Voor mijn ochtendritueel. Ja, dus pyjama aan, alle rotzooi aan de kant. In uw geval zou dat betekenen Die tassen vol met stukken. Ergens veilig opbergen dat je ze niet kan zien. Ik laat mijn telefoon aanstaan. Want ik kan me dat veroorloven. Het is niet alsof ik door allerlei mensen gebeld ga worden. Mensen weten gewoon dat ik de telefoon niet meer opneem na 8 uur 's avonds. Tenzij het mijn moeder is of zo, of mijn ex-vrouw of mijn dochter. Maar anders dan dat, ik neem de telefoon niet op na 8 uur 's avonds. Wat voor belangrijks kan er gebeuren? Dus ik ruim de hele keuken op. Zorg dat er geen losse troep ligt. Trek ruim op tijd mijn pyjamaatje aan. Ik ruim de keuken op in mijn pyjamaatje. En ik zorg dat mijn bed
helemaal klaar ligt. Weet je? Dus met de dekens een beetje teruggeslagen al. Dat ziet er uitnodigend uit. En dan heb ik zoiets van, oh lekker, daar is mijn bed. Daar kruip ik zo meteen in. Dan eenmaal in bed, doe ik niet meteen de lichten uit. Ik heb een lamp die je kunt dimmen. En die heeft een beetje, ja, geen wit licht is dat. Een soort oranjeachtig zou ik het willen noemen, of okergeel. En die dimlamp, die heb ik daar nog een tijdje aan. Nou heb ik een fantastische mazzel. Dat ik een brildrager ben. Dus op het moment dat ik die bril afzet, mevrouw de burgemeester, ja, dan zie ik gewoon niks meer. En dat helpt, daar word ik rustiger en suffer van. En mijn ogen zijn natuurlijk ook heel moe, want ik heb de hele dag die bril op. De burgemeester draagt, voor zover we weten, geen lenzen, geen bril, maar hij heeft wel een leesbril die ze gebruikt. Dus als u veel stukken aan het lezen bent geweest, doet u die bril af. En dan zult u meteen merken dat uw ogen ook echt moe worden. Dan probeer ik op een vaste tijd in bed te liggen. Klaar. Ik lig ruim op tijd in bed. Lezen in bed, dat doe ik niet. Want dan moet ik die bril weer op. Maar wat ik wel doe, is ik probeer iets aan te zetten op mijn laptop. Wat rustgevend is. Dus ik ga niet een actiefilm aanzetten of zo. Of een hele spannende serie. Dat doe ik niet. Ik zoek iets ja, saais, zou ik zeggen. Dus een documentaire over de ruimtevaart of de zonnesterren of de maan. Weet je, niet een natuurdocumentaire. Dan worden nog steeds allemaal dieren die elkaar aanvallen en dieren die vermoord worden. Dan word ik wakker. Dus dat schiet niet op. Dus op een rijtje, pyjama's aan, keuken opruimen, zodat die helemaal leeg is. Klaar voor het ochtendritueel van de volgende dag. Bed gereed klaar hebben, dus met de dekens een beetje teruggeslagen. En dan naar bed gaan voordat je gaat slapen. Dus niet op het laatste moment, oh ik ben zo gebroken, ik ga liggen. Nee, dat moet je niet doen. Nog wel wat licht aan als ik mijn bed inkruip. En dan kies ik iets saais. Een saaie documentaire. Of regengeluiden. Of hele zachte, langzame jazz. En daar zet ik een timer op. Let op, mevrouw de burgemeester. Daar zet ik een timer op. Nou, dan doe ik het licht uit. En dan ga ik in mijn favoriete houding liggen. Dat is namelijk ook nog eens heel belangrijk. Je moet een echt lekkere houding hebben. Zoals zo, nu lig ik goed. Anders ga je maar heen en weer liggen draaien. Dat schiet ook niet op. Dan het licht eruit. Hè. Lekkere houding vinden, licht uit. En dan die timer. Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe ik me voel. Maar laten we even zeggen, tussen een half uur en een uur. Laat ik dan gewoon iets heel saais afspelen. Waar ik zo'n beetje met een half oor naar luister. In het pikken donker. En dan val ik bonk. In slaap. Ja. Nou, of dit voor iedereen werkt. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Maar goed opletten. Er zijn een groot aantal dingen die ik niet aan het doen ben. Ik ben niet nog een glas wijn aan het drinken. Of nog een kop thee aan het drinken. Of inderdaad iets spannends aan het kijken. Of een actiefilm aan het kijken of wat dan ook. Geen thee, geen koffie, geen alcohol, niet nog wat eten. Nee, echt een heel vast ritueel. En binnen dat slaapritueel, dat naar bed gaan ritueel, daar is nog wel wat ruimte voor flexibiliteit. Maar dat is mijn ritueel. En ik denk dat als burgemeester Halsma een eigen ritueel kan verzinnen, dat moet je zelf maar een beetje invullen, dat het een stuk beter gaat. Dat je dit soort problemen, weet je, de hele nacht dolen en piekeren en malen, dat je daar een beetje van afkomt. Of in ieder geval dat je het kan verminderen, kan mitigeren. Want als je dit iedere nacht doet, of meerdere nachten per week, 6 jaar lang als burgemeester van Amsterdam,
Geloof mij, mevrouw de burgemeester, dan blijft er helemaal niks van u over. Echt waar, helemaal niets van u over. Nou, gisteravond, toen heb ik me niet aan mijn slaapritueel gehouden. Mijn lieftallige dochter die moest werken, dus die kwam laat terug. En toen ben ik nog even gezellig met die kleine gaan zitten kletsen. En nog wat gedronken en nog wat gegeten. Allemaal dingen die ik beslist niet zou moeten doen. Dat zijn die slechte gewoontes die ik allemaal heb afgezworen. Weet je, eten, dat soort dingen doen. Daar had ik het uitgebreid over. In deel 1 van die drie luik. Nou, die kleine die duikt het bed in. Twee van die katten klimmen bovenop dat bed. Dus ja, dat kind is knock-out binnen 5 minuten. Toen was het denk ik ietsje voor 11 uur. En toen wist ik het al. Dit gaat helemaal mis. En ik heb vervolgens wakker gelegen. Want ik had een glas wijn genomen. En ik had nog wat lekkere kaas gegeten. En ja, dan kom ik niet in slaap. Dus ik heb het gisteren wel geprobeerd. Ik heb wel een saaie documentaire aangezet. Met zo'n fijne, saaie, bijna voorleesstem. Maar het mocht allemaal niet baten. Dus ik heb van 11 uur tot 2 uur 's nachts wakker gelegen. En dat komt alleen maar doordat ik wat ging eten. En doordat ik een glas wijn nam. Als ik geen glas wijn had genomen, niet had gegeten, was het veel makkelijker geweest. Ik heb me zeg maar niet gehouden aan mijn eigen advies. Ik heb mijn eigen slaapritueel, wat ik zo prachtig mooi had samengesteld, heb ik me niet aan gehouden, heb ik doorbroken. En je ziet, dan gaat het meteen mis. Met als gevolg dat ik nu helemaal uit mijn doen ben. Pijn in mijn rug, ik heb het koud, ik zal het de hele dag koud houden. Gewoon wordt heel moeilijk om echt warm te worden. En vandaag kan ik dan vreselijk veel meer gaan eten dan ik normaal doe. En veel meer koffie drinken dan ik normaal doe. Gewoon omdat ik te moe ben eigenlijk. Ik heb te weinig geslapen. Nee, alles doet zeer, et cetera, et cetera. Ik ga zo meteen veel langer douchen. Zodra dat slaapritueel doorbroken wordt en je na avond niet goed slaapt en je bent 50 of rondom de 50... dan heeft dat gewoon effect. Zeker als je een stevige baan en kinderen hebt. Ja, dus dat is mijn advies. Net zoals je een ochtendritueel hebt. Verzin een slaapritueel. Ja, en het mijne is vrij eenvoudig. Ik trek mijn pyjama aan ruim voordat ik naar bed ga. En leg mijn bed klaar. Sla de dekens terug. Ik ruim de keuken helemaal op. Dan kruip ik mijn bed in met gedimd beetje oranje licht. Zoek een leuke, wat saaie documentaire uit, of regengeluiden of iets in die richting. Dan bril af, dan zie ik niks meer. Een licht uit. En dan zoek ik een perfecte houding om in te gaan liggen. En dan luister ik met een half oor naar iets heel rustgevends waar een timer op zit. Na een half uur, pang, gaat dat uit. Dan is het doodstil. En in principe slaap ik dan 4 uur onafgebroken door. Dan word ik net als de burgemeester, word ik 's nachts nog wakker. Alleen, en dan ga ik ook naar de keuken. Ik ga alleen daar niet als een bezetene 8 schriftjes bijhouden. En mijn gedachten ordenen, alsjeblieft niet. Nee, wat ik doe dan is, ik neem heel veel halfvolle melk. Ik word 's nachts altijd wakker, want dan moet ik naar het toilet. En dan ga ik naar het toilet. En dan ga ik naar de keuken en dan drink ik heel veel melk. En dan kruip ik meteen mijn bed weer in. Trek de dekens over mijn hoofd en val ik weer in slaap. En dan slaap ik nog een keer, 4 uur, onafgebroken. En dan kom ik aan 8 uur slaap. En dan voel ik me prima, vele, vele malen beter dan dat ik me nu voel. Nou, mevrouw de burgemeester en alle trouwe kijkers, lieve mensen, doe er je voordeel mee. Maar geloof me nou, gezonde nachtrust, voldoende en regelmatige slaap, is echt een van de belangrijkste, misschien wel het allerbelangrijkste wat er is. Als je slecht slaapt, niet voldoende slaapt of inderdaad uren wakker ligt zoals ik doe, dat is slopend. Dat is heel slecht voor je gezondheid. Verzin een slaapritueel en probeer er echt heel rigide, heel strikt, iedere dag aan te houden. Ja, er is echt wel een manier waarop dat kan. En tuurlijk,
We hebben allemaal drukke banen en we hebben kinderen en we hebben allerlei andere dingen te doen. Voor de mensen die veel lastig gevallen worden op hun telefoon, zet die telefoon dan uit. En bij mij weet iedereen het gewoon. Hem bellen, hem appen, hij heeft geen zin. Hij reageert het dan niet op. Verzin een slaapritueel. Je eigen ritueel. Kijk hoe dat een beetje in je systeem past. Het is iets heel persoonlijks. Slaapstoornissen zijn ook heel persoonlijk. En probeer ervoor te zorgen dat je iedere avond 8 uur slaapt. En als je een keertje uit moet voor een glas melk of een glas water of naar het toilet gaat, dat is allemaal niet zo erg. Als je maar niet allemaal gekke dingen s'nachts gaat doen, weet je. 8 schriftjes vol pennen. Welke gek doet dat? Dat moet je niet doen. Maar waarom doet u dat? Dat moet u niet doen, mevrouw de burgemeester. Neem een groot glas melk en kruip je bed weer in. Dat is waar je s'nachts hoort te zijn. In je bed, slapend. Slaapritueel. Dat is wat de burgemeester nodig heeft. En mochten er kijkers zijn die dat ook nodig hebben, doe je voordeel mee. Probeer een eigen slaapritueel te verzinnen. Hou je daar dagelijks aan. En kijk eens of dat helpt. Ik beweer van wel. En lieve mensen, dat was hem weer. We zien elkaar bij deel 3. Tot de volgende keer.